Sint-Jacobsnoten zijn altijd een topper tijdens de feesten. In dit originele en verfijnde gerecht krijgen ze een lekker knapperig jasje van Japans paneermeel. Het groene sausje van waterkers en spinazie zorgt voor een frisse toets. We zetten meteen de oven aan het werk. Terwijl die voorverwarmt, leggen we de sneetjes grisonvlees op een bakplaat met bakpapier. Grison is gedroogd rundvlees uit de Alpen dat in fijne sneetjes wordt gesneden. We bakken de sneetjes 10 à 15 minuten krokant in de oven op 180 graden. Bij de Sint-Jacobsnoten gaan we een superfood serveren, quinoa. We spoelen de korrels in een fijne zeef en koken ze gaar in licht gezouten water. Als de quinoa klaar is, mag die even afkoelen. Onze Sint-Jacobsnoten zijn intussen volledig ontdooid en krijgen nu een krokant jasje. Daarvoor wentelen we ze eerst door een beetje bloem, dan door een losgeklopt ei en tot slot door de panko. Dit Japanse paneermeel heeft een grove structuur en maakt het korstje rond onze Sint-Jacobsnoten extra knapperig. Zet de Sint-Jacobsnoten nog even in de koelkast. De quinoa is intussen voldoende afgekoeld. We snijden een ongeschilde appel in blokjes en mengen die onder de quinoa. Breng alles op smaak met olijfolie en citroensap. Over naar de saus. We bakken eerst een fijn gesnipperde shallot glazig in een beetje boter. Daar mogen dan de spinazie en de waterkers bij. Laat ze enkele minuten slinken. Giet er een scheutje lichte room en visbouillon bij en laat nog even koken. Dan halen we er de mixer bij. Mix alles tot een glad groen sausje en kruid met nootmuskaat, peper en zout. De Sint-Jacobsnoten bakken we mooi goudbruin en krokant in een beetje olijfolie. Dat mag zo'n 2 minuten aan elke kant. Nu alleen nog het grisonvlees over de Sint-Jacobsnoten verkruimelen. Roep je tafelgenoten er maar bij. Bij Sint-Jacobsnoten raden we een frisse en fruitige witte wijn aan. Probeer deze Pouilly Fumé uit Loire-streek. Smakelijk! Dit recept vindt u ook op onze nieuwe app. Download MyColorUit in de App Store of via Google Play. Van daaruit voegt u de ingrediënten makkelijk toe aan uw digitale boodschappenlijstje.